Hoe staat het ervoor met de zenuwen? Valt wel mee. Je bent niet flauw gevallen na een vaccinatie, toch? Ben je zenuwachtig? Ja, ik vind het gewoon eng. Ik weet het niet, maar ik hou gewoon niet van naalden. Ja, een paar honderd kinderen staan hier vandaag op de planning voor een prik. Hij zit erin, hè, de prik? Ja, zeker. Hoe was het? Het viel eigenlijk heel erg mee. Ik had me er een klein beetje druk om zitten maken, want het is toch altijd best wel spannend. Maar ja, ik bedoel, het was zo gedaan en het viel achteraf heel erg mee. In ons onderzoek vroegen we of kinderen van plan waren een prik te nemen. 65% zei van wel, 19% niet en 16% twijfelt nog. Ja, ik vind het gewoon een heel prettig gevoel om beschermd te zijn. Niet echt van mezelf, maar van bijvoorbeeld van mijn ouders of zo. Dat ze niet ziek worden. Omdat ik geen corona wil krijgen en ik vind het ook wel gewoon goed. Ja, het is wel beter vind ik. Want als iedereen gevaccineerd zijn er minder corona en zo. En dan kun je eerder weer leuke dingen doen. Ja, op deze priklocatie zijn natuurlijk alleen kinderen te vinden die zich wel willen laten vaccineren. Maar uit het onderzoek blijkt dat er ook kinderen zijn die de prik niet willen of er nog over twijfelen. En de meest genoemde redenen zijn dat ze bang zijn voor de bijwerkingen van de prik of dat ze geen vertrouwen hebben in het vaccin. Zo gaat het wel eens over bijwerkingen van het vaccin op de lange termijn. Sommige mensen zijn bang dat er na een lange tijd risico's zijn voor de gezondheid. Maar volgens kinderarts Patricia Bruining zijn die zorgen niet terecht. Nou, wat we daarover kunnen zeggen is dat dat eigenlijk niet past bij vaccins. Want vaccins die werken in je lichaam op het moment dat je ze geeft, maar die zijn daarna weer uit je lichaam. En als dat eenmaal weg is, is het weg. En we kennen ook geen vaccins waarvan je de prik geeft en dat je daar dan 10 jaar later bijvoorbeeld nog eens iets van krijgt. Die bestaan niet? Die bestaan niet. En ja, dit vaccin kennen we natuurlijk nog geen 10 jaar. Maar het is dus heel onlogisch om te denken dat we over 10 jaar daar nog eens bijwerkingen van zouden krijgen. Want zo werkt een vaccin niet. Ja, we vroegen kinderen ook of ze wel eens met hun ouders praten over vaccineren. En bijna iedereen, 96%, doet dat. Vooral over of ik het wel of niet wou en wat de gevolgen waren als je het niet zou doen. Het ging eigenlijk vooral veel over hoe het beter is als je wordt gevaccineerd. En dat, het, ja, dat je dan meer dingen kunt doen. Nou, kan ik al niet zo heel veel met mijn arm, maar ja, je kunt dan wel andere leuke dingen doen dan alleen thuis zitten. Ja, niet iedereen hier snapt dan ook dat sommigen de prik niet nemen. Ja, het is natuurlijk wel, het is niet slim, maar het is natuurlijk altijd een eigen keus. Heb jij wel een beetje nog getwijfeld? Nou, een heel klein beetje aan het begin, omdat je toch hoorde helemaal aan het begin. Volgens mij was het bij AstraZeneca dat er eventuele bijwerkingen waren. Maar ja, toen eigenlijk naar voren kwam dat de bijwerkingen zo klein zijn en dat ze echt bijna nooit voorkomen. Ja, leek het mij toch waardevol om de prik alsnog te halen. Ik vind dat het een eigen mening is en ik vind dat ze die ook mogen hebben. En daar is ook Patricia Bruining het mee eens. Je moet eerst beslissen, wil ik het voor mijn eigen gezondheid, wil ik het voor mezelf? En daar moet je wel echt achter staan. Het is niet zo, vind ik, dat kinderen zich moeten laten vaccineren om de volwassenen te beschermen. Die volwassenen moeten zichzelf ook vooral laten vaccineren. Ik ga zo eens even een andere kant op kijken. Ja, de kinderen hier stonden ook niet allemaal te springen om de prik in hun arm, maar het viel reuze mee. Viel het mee? Ja. Gelukkig. Mag ik wel even een kwartiertje wachten? Ja, maar het was ook al klaar voordat ik het door had. Ja, en die eerste prik, die zit er al in? Die zit erin, dus ik ben in ieder geval deels beschermd.